Goedemiddag, ik ben Roel van der Meer en ik loop hier stage op Camping De Bakens. Ik zal eerst even wat meer over mezelf vertellen. Ik woon in Roelevarensveen en ben 18 lentes jong. Ik studeer in Leiden voor toerisme. En ik heb ervoor gekozen om hier op de Lakens mijn 20 weken stage als front-office medewerker te doen. Ik zal jullie nu even wat meer laten zien van mijn dagelijkse werkzaamheden. Ik zal eerst even mijn werkplek laten zien, kom. Nou, dit is balie 1. Dit is eigenlijk de balie waar ik het meest aan het werk ben momenteel. Ik beantwoord mailtjes, telefoontjes en... Oh, daar zijn meteen onder. Goedemiddag, Camping De Lakens. Ik spreek met Roel. Hi. Ah, hallo. Guten Tag. Goedemiddag. Wat leuk dat u er bent. Wilt u misschien een kopje koffie of thee? Nou, vandaag ben ik een dagje met de jongens van de TD mee. Dat doe ik wel eens vaker. En vandaag zijn we bezig met de daken van de beachlotjes. Dus dit is een andere dag die ik normaal gesproken niet doe. Ik ga nu naar mijn collega's in het terrein op de fiets. Die buiten aan het werk zijn en die ga ik een lekker kopje koffie of thee bezorgen. Mannen! Koffie, thee! Mannen, de groeten, exen! Houdoe hè! Doei Rol! Doei! Hey Rol! Bedankt hè! Zoals je net hebt kunnen zien, verwen ik wel eens de collega's bij het in het terrein. Maar ook hier binnen mijn andere collega's die verblijken vaak met een cup supermelk. Oh, thanks. Heb je hem? Alsjeblieft. Dus ik zal even gaan kijken. Dank je. En natuurlijk sla ik mezelf niet over. Ik neem jullie mee naar het mooiste stukje wat ik vind van de camping. Laat ik jullie zien welk stukje dat is. Het is weliswaar niet de camping zelf. Maar het mooiste plekje is natuurlijk waar de vele gasten bij ons op de camping komen. Dat is het strand met de zee. Waar zij heerlijke dagen vertoeven hier aan, in Bloemendaal aan zee. Kijk eens helemaal. Ik hoop dat jullie iets meer te weten zijn gekomen over mijn achtergrond. En hoop jullie allemaal graag 27 maart te begroeten aan mijn balie. Zoals je weet, balie 1.